Dit is in Maurits' baan. Maurits, ik steel het gewoon van je. Weet je wat? Ik skip jou. Ik steel het gewoon van je. Ik ga er niet eens een excuus voor bedenken. Ik heb gewoon 40 boeken van je gestolen. En kijk wat een mega bibliotheekgevoel dit geeft als je hier nu binnenkomt. Het ziet er zo amazing uit. Alright, nou, dan aanschouw ik deze kamer als helemaal klaar. En ik vind het een groot succes. Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken in deze nieuwe video. Vandaag sta ik hier in mijn prachtige chestroom, jongens. Want het is weer een mooie avond in Content Veen. Ik begin een keertje aan de andere kant van mijn kasteel. Omdat ik namelijk vandaag mijn mooie... Wat gaat het worden? Enchantment Room. Ik kom even niet op de naam. Ik wil mijn mooie Enchantment Room vandaag even een keertje gaan upgraden. Ik denk het is tijd. Het pad ernaartoe mag een upgrade. Er mogen allemaal leuke details hier en weet ik veel wat. Je hebt natuurlijk mooi toezicht op de brug hier naar Kingdom Koud. Wow, ik kom af en toe even niet uit mijn woorden. Maar in ieder geval, leuk dat jullie er zijn. Voordat deze video begint, mijn editor moet hier maar weer wat van maken. Maar dit betekent abonneren. Vorige keer heeft hij het goed gedaan, nu weer. En like even, we gaan voor 3000 likes deze video. We hebben bijna de 140.000, jongens. Het gaat goed. Het gaat soepel. Het gaat voorspoedig. Echter, jongens, is het op het moment. Het is precies 9 uur. En ik heb over precies 3 kwartier afgesproken met Royalist voor een Fortnite-opname. Dus we hebben 3 kwartier om dit op te nemen. Let's do it! Laten we dan ook gewoon beginnen met het pad zo. En dan op de meest simpele manier... wat ga ik heen? We moeten naar boven. We moeten helemaal niet naar boven. Op de meest simpele manier, dat is gewoon met carpet zo. Later voeg ik nog de details toe. Ook deze video overigens gewoon. En dan hier... Kijk, het kan een perfect hoekje worden zo. Wil ik dat dan? Nee, ik wil het wel dik hebben zo. Misschien zelfs zo. Dit. Leuk. Huh. Is het niet... ik kom... Zo moet het. Ik wou net zeggen. Dus ik was echt even... Mijn mind was echt aan het, gewoon aan het poepen. Ik had letterlijk een poepend brein. Eventjes. Ik snapte er niks van. Echter denk ik niet dat dit... Ja, dit kan wel op die manier. Dan brengen we het pad zo door tot hier. En dan hier gaan we even kijken hoe we het doen. Ik denk dat ik met lijnen wil gaan werken zo. En dan daar, zoals hier aan het einde, de boekenkasten. Maar ik wil ook dan in de muur erachter nog meer boekenkast dingen toevoegen. Dus laten we even wat spulletjes pakken. Dan mag ik hier trouwens ook wel gelijk even de vloer mooi maken. Want dit ziet er ook echt niet uit. Zo. Hoeveel boekenkasten hebben we? 33, oeh, dat is wel weinig. Ik wil er eigenlijk nog wel echt veel meer hebben. Op deze manier hebben we er 40. Nou, weet je wat? We beginnen met 40 en kijken we of dat genoeg is. Ik denk het alleen niet. Alright, nou, laten we beginnen. Ik denk dat ik voor het effect hier een dikkere muur wil. En dat geeft me 2 redenen. Want, dan kan ik namelijk hier, kan ik al gelijk een soort muurtje doen van boekenkasten. Doe het even op deze manier. En ik heb nu hier op Silk Touch. Dus als ik dit hak, krijg ik gewoon mijn boekenkast terug. Oh, dat heb ik in mijn afgelopen livestreams gedaan, jongens. Kom je nou van de vorige aflevering, denk je, huh? Livestreams. Ik ben 2 keer live geweest. Je moet gewoon even naar mijn afspeellijst staan. Het staat gewoon op de goede volgorde. Zo, en dan doen we het dan doen we 3 dik op deze manier. Dan hier wil ik gewoon hout tussen op deze manier. En daarna wil ik het weer zo. En dat gaat dan omhoog. In de tussentijd loopt dit pad gewoon door. En denk ik dat ik dit ook eventjes ga verplaatsen. Oh, wat chill om dit met Silk Touch te hakken, jongens. Het is zoveel beter dan elke keer die boeken dingen maar weer opnieuw maken. Hier zit overigens allemaal lapis lazuli in. Hier doen we dan gewoon 1, 2, 3. Houten paal. 1, 2, 3. Houten paal. Oeh, ga ik dit doen? 1, 2, 3. Houten paal, I guess. Kijk, want nu loopt het pad er perfect door, zo. En dan hier wil ik... Kijk, oh, dit is een perfect midden. Ja, als het goed is, kan ik precies zo. Nee, laten we dat even kijken, wacht. Als het goed is, kan ik precies op deze manier zo doen. En dan hier weer zo. Ja, dit gaat leuk zijn, jongens. Ja, dan moet het hier ook wel op die manier. En dan hier de boekenkast in het midden. Ik ga meer boeken uitgeven dan nodig, maar dat is puur voor de sier, jongens. Dat je niet gaat reageren. Max, je geeft veel te veel boekenkast uit aan je charme table. Er is helemaal nergens voor nodig. Ik weet het. En het liefst wil ik ze ook helemaal naar het plafond. Maar ik denk niet dat er mensen zijn die nog boekenkasten verkopen of zo. En ik heb onmogelijk genoeg boeken hiervoor. Ik ga hier no way genoeg boeken voor hebben. Echt met geen mogelijkheid. Oeh, dit klopt trouwens niet. Dan moet hier moet dit weg. Wacht even hoor. Hoe ga ik dit doen? Misschien die middelste langer. Oh, wacht. Als ik dit trouwens zo zie, dit ga ik aanpassen. Ik heb in één keer een veel beter idee. Wat nou als ik hier gewoon zo van maak? Kijk, hier. Dit is toch beter? En dan niet hier ook een enchantment table. Maar hier gewoon. Dit is gewoon een boekenkastplekje. Met ladders ga ik er gewoon tegenaan plaatsen. Maar dan heb je hier een enchantment table. En dan kan ik hier ook nog zo doen. En dan wil ik die boekenkasten daar zelfs eroverheen laten lopen. En dan niet helemaal gevuld zoals dit. Vet simpel. Maar ik wil er wel gewoon leuke details aan toevoegen. Dus hier bijvoorbeeld eentje weghalen. En daar een weet ik veel, een fence of een potje met een plantje erin of zo, weet je. Ik ga er gewoon van alle leuke dingen aan toevoegen. Kijk, dit begint al ergens op te lijken op deze manier, jongens. Erg leuk. En dan denk ik dat ik hier, als ik dit omhoog bouw, zo. Hier een overkapping maak. En dat je hier dan met een ladder zo, hoppakee, erop kan lopen en dan ook daar kan staan. En daar staan... Ja, daar ga ik dan mijn lapis lazuli opslaan. Dat je eerst met de ladder omhoog moet lapis lazuli pakken en daarna pas kan enchanten. Enchanten doe je toch niet zo heel vaak meer op dit niveau van Minecraft als in als je al zo ver bent. Dus dan kan je net zo goed even wat meer moeite doen ervoor. Dan is het ook nog wat leuker.
Hier, kijk, zoals dit. En dan daar plaatsen we nog wat stairs aan. En we hebben slabs nodig. Waardoor je een leuk overkappingje zoals dit kan krijgen. Zo, hier moet die langer worden. Oeh, misschien kan ik zelfs een trap nu maken als ik het zo zie. Ideeën worden alleen maar leuker en leuker. Maar het past wel perfect. Ik ga dit weghalen en dan ga ik hier gewoon een trap maken in plaats van een ladder. Kijk, bam. Nou, dat is toch perfect. Dit moet weg. Alleen als ik het nu weghaal, valt al die lapjes lazuli op de grond. En ik heb echt niet genoeg ruimte in mijn inventory om dat op te rapen. Ik heb nog 5 boekenkasten, maar ik heb wel nog 53 boeken. Dus laat ik even proberen om zelf nog meer boekenkasten te maken. Maar dit zijn wel mijn laatste boeken volgens mij, jongens. En dan zijn ze allemaal op. Ik heb te veel met Berend geruild. Heb ik niet een deal die ik met Berend mogelijk kan doen voor boeken of zo? Dat ik in plaats van boeken aan hem geef, dat ik boeken van hem krijg. Berend, heb jij... Nee, je hebt niks voor mij. Berend, ik ben voor het eerst in mijn leven teleurgesteld aan jou. In mijn afgelopen stream heb ik trouwens ook Berendina helemaal volledig geüpgraded hier. We hebben Brutus hier. Prachtige naam heeft hij gekregen. Die heeft hele goede deals voor mij. Die is ook al hoog level. En, jongens, waar ik ook echt heel blij mee ben, is deze guy hierboven. Dit is Barry. Barry heeft namelijk diamond armor voor mij die ik kan dealen. En die ga ik niet dragen. De enige reden waarom deze diamond armor chill is, is zodat ik die hier kan plaatsen. Kijk, alles is volledig diamond armor hier. En ook gewoon geenchant. Ziet er toch gewoon sierlijk uit. Beter dan ijzer armor. Wederom moet je gewoon mijn livestream kijken. Hij duurt maar 2 uurtjes of zo. En last but not least hebben we hier een slapende villager. Wakker worden. Dit is Bertha. En Bertha verkoopt hier onzin. Maar ook is enderpearls en bottle of enchantings. Nou, ik denk eraan om die bottle of enchantings te gaan verkopen. Ik denk oprecht dat mensen die wel heel graag willen. Bertha, jij gaat mij veel geld opleveen. Oké, mijn boeken zijn op. Ik heb 21 bookshelves gekregen. Althans, mijn boeken zijn op. Ik heb er nog 5. Maar ja, daar kan je eigenlijk nog maar 1 boekenkast mee maken. Dus ja, dat gaat wel een probleempje worden. Oké, laat ik dan degene die ik niet nodig heb zoals die wel even terughalen. En dan gewoon beginnen met wat echt belangrijk is. En dat is de enchantment table zelf. Dat die in ieder geval goed gedaan is. En dan ook overbodig hoog, zoals ik al eerder aangaf. Puur voor de sier. Kijk, en dan denk je, maar dan steekt het net zo goed, zeg maar. Dan steekt dit niet uit. Maar hier kan ik nu wel nog gewoon leuke vensters zo doen. En dan daar een trapdoor op of zo, weet ik veel. We verzinnen wel leuke dingen, joh. Hier, ziet er prima uit. Hier lanterns aan. Oh, die heb ik alleen niet. Die ga ik even halen. Oh, mijn ijzer is bijna op. Ik heb niet meer zoveel ijzer, jongens. Oh, dat meen je. Moet ik nou weer gaan minen binnenkort? Oh, mijn god. Oké, nee, duidelijk. Ik moet binnenkort weer de grotten in. Kijk, hier kunnen we leuk 1, 2, 3. Zo. Ja, dat zijn toch leuke plekjes. Kijk wat de sier dat gelijk geeft. Gooien we er een plafonnetje in op deze manier. Waardoor je ook een beetje zo'n randje zoals dat ziet. Leuk detail. Hetzelfde gooi ik denk ik hier. Zo. Dan heb ik nog maar 3 boekenkasten over. Nou, duidelijk. Dus niet genoeg. We hebben meer nodig. Maar de bibliotheek komt wel tot stand op deze manier. Wat we ook alvast kunnen doen is gewoon weg de vloer hier zo fixen. Zo. En dan hier gooien we op de randjes. Oh, wat doe ik? Zoals dit. Hier doen we een blokkie. Hier doen we een blokkie. Ja, en dan voor de sier gooien we hier ook een blokkie. Dan plaatsen we dat tussenin walls, zodat we er niet af kunnen vallen en dat het echt een beetje afgeschermd lijkt. En dan hier bovenop twijfel ik of ik, wat ik ga doen. Misschien dat ik het hele geheel wel gewoon eentje inkort. Nog geen idee. In ieder geval, zoals dit is het even prima. Ja, het is dat ik gewoon geen extra boekenkast en zo heb. Oh, nee! Hierboven maak ik naast wat ik ook de lapis lazuli doe, ga ik hier ook al mijn boeken leggen. Dus gewoon een chest room voor al mijn enchanted books die ik heb. Dat is echt perfect. En gewoon alles wat met boeken te maken heeft, ga ik hier gewoon plaatsen. Zo, pad is dan in ieder geval gelijk aangelegd. Ik doe hier even zo'n knikker in, zodat het niet één rechte lijn is, maar een beetje levendig voelt. Laten we dan even hierboven beginnen, puur omdat wat ik al zei, ik helemaal geen boekenkasten meer heb. En ik denk dat ik het eigenlijk met barrels wil doen. Of een beetje om en om. In ieder geval een beetje zoals dit. Kisten erbij, kistje erop, hier en daar. Precies als een kistje zoals dit voor de 3D effect. Grote kist hier, nog een barrel hier ondersteboven zo. Ja, dit is leuk jongens. Hier laat ik gewoon al mijn boekjes achter. Nou, misschien een beetje zoals dit. Ja, dit is leuk. Dit ziet er goed uit. En wat hier? Nou, ik zou zeggen hetzelfde. Hier zo, zo. Oh, ik heb geen barrels meer. Nou, ook handig. Dan hakken we deze maar gewoon en dan hopen we dat we zoveel mogelijk op kunnen pakken. Laat ik mijn lapjes lazuli gelijk in de grote kist doen. Zo. Voordat het allemaal despant en ik het kwijt ben. En dan heb ik weer een barrel. Hey, dat is toch een hele goede toeje. Laten we die er gewoon nog op. Zo. Nou, als dit niet leuk is, jongens, dan weet ik het ook niet meer. Gewoon echt een mooie kistruimte hierboven. Waar ik allemaal dingen op kan slaan. De enchantment table is in ieder geval af. Die werkt als het goed is gewoon. Ik weet wat ik nu moet enchanten om het even te testen, maar hij doet het. Hier nog een lichtje voor de zekerheid. Zo. En dan nu maar eens kijken hoe ik aan nieuwe boeken ga komen. Een optie is het gewoon zelf regelen zoals dit. Op papier een beetje krijgen en ja, zelf koeien zoeken die ik kan killen. Of gewoon kan smeken bij anderen of zelfs kan stelen bij anderen. Laat ik even in de jungle, kijken of ik hier misschien iets leuks vind. Kijk, 15 boeken. Nee, mag ik die 15 boeken voor jou? Ik heb alleen ja te zeggen.
Alleen ja. Krijg ik het terug? Wat, 15 boeken? Ja. In de toekomst. Laat maar een briefje achter. En ik farm ook even dit van. Kijk, het zal ze nooit kwaad doen als ik dit van hun farm, toch? I mean, wat voor kwaad kan het doen? Het groeit toch wel weer terug. Hé, 40 boeken. Dit is in Maurits' baan. Maurits, ik steel het gewoon van je. Weet je wat? Ik skip jou. Ik steel het gewoon van je. Ik ga er niet eens een excuus voor bedenken. Ik heb gewoon 40 boeken van je gestolen. En na een lange avontuur en heel veel gegrind en vooral heel veel stelen van mensen, heb ik gewoon best wel wat veel nieuwe dingetjes bij elkaar geraapt hier. Hoppakee, hebben we zo een aantal boeken. Ik heb gewoon niet genoeg sugarcane, maar wel weer heel veel boeken. Dan hebben wij ook hier Hatzeflats nieuwe boekenkasten. En Hatzeflats, we hebben gewoon 30 nieuwe boekenkasten. Wederom gewoon niet genoeg, maar het zijn toch 30 nieuwe boekenkasten. Even kijken hoor, hoeveel kunnen we hierbij vullen? Nou, ik zeg niet genoeg, maar het is toch wel heel veel hoor. En aangezien er nog heel veel weggehaald gaat worden en detail aan toegevoegd gaat worden, zie ik misschien het probleem niet eens. Ik vul het dan gewoon allemaal op, zo. En dan voeg ik later de details toe. Oké, het is weer op, dus met wat ik zeg later de details doen, laat ik dat nu maar gewoon doen, want dan kan ik zoveel mogelijk van het boekenkast die ik wil gebruiken ook daadwerkelijk gelijk gebruiken. Alright, ik heb echt heel veel dingetjes meegenomen. Eigenlijk allemaal troepies, maar wel leuke troepies. Hier doe ik een armor stand. Ik denk dat ik hier ook een armor stand doe, maar die heb ik toevallig niet bij me. Die gaat weg. Die gaat weg. Jij mag weg. Jij mag weg. Jij mag weg. Oh, jij mag niet weg, want dan komt er in één keer een barrel tevoorschijn. Plaatsen we hier dit achter. Dan mag jij ook weg. Venster tussen, bloemetje. Bloemetje. Doe hier een rode paddenstoel. Hier doen we een boompie of zo. Zeggen we hier doen we zo. Daaraan. Een slap, slap. En aan de linkerkant venster zo. Je ziet zelfs een plantje zoals dit. En oh, ik moet de vloer hier trouwens ook hierin laten lopen. Dat is denk ik wel leuk. En hierin zo. Misschien gewoon een uitsteekseltje. Hier ladders, leuk zo. Dat lijkt alsof je naar de bovenste plank kan. En dan hier een kist. Ja, kijk. Dit zijn leuke details, weet je. Laat ik hier dan ook gewoon nog een bloemetje doen. En tot slot is het misschien leuk om een lectern hier te doen. Nee, de lectern doen we gelijk hier rechts of zo. Kijk, laat ik een lectern zoals dit doen. Af en toe op de bodem een lectern ertussen. En hier. Het voegt gewoon alsnog detail toe. Maar dan wel met een gat erboven. Zodat er een boek daadwerkelijk in kan zitten. Hier, kijk, op deze manier heb ik al 17 boekenkasten terug. Dat is toch lijp? Hier tussen proppen we gewoon hout. Af en toe een blaadje ertussen. Ik weet niet waarom. Er zit onkruid tussen mijn boekenkasten. Laat ik heel even eerst omhoog bouwen nog. Even verder. Ik heb nu 18 nieuwe planken. Die kan ik gelijk mooi benutten. Oeh, misschien red ik het zelfs nu al. Ik wil dit namelijk helemaal tot op het plafond hier doen. Nou, of ik het ga redden is trouwens misschien wel heel ambitieus. Maar dat maakt het wel echt als hij helemaal tot het plafond komt. Redden doet hij het nog niet. Maar ik kom wel in de buurt. Zeker als ik nu weer details ga toevoegen eraan. Zoals hier een trapdoor aan de onderkant. Hier een trapdoor. Hier een trapdoor. En dan ook nog hier een trapdoor. En dan af en toe iets zoals dit met de lantern eraan. Kan ook geen kwaad. Juist. En dan hier ook. Ja, dat kan zeker geen kwaad. Ja, dit voelt toch goed, joh. Moet je zien. Hij komt hier helemaal tot het plafond. Ja, hier ben ik blij mee. Ik hoef nog maar een paar boekenkasten te regelen nu als ik het zo zie. En dan is dat gedeelte in principe gewoon af. En kijk wat een mega bibliotheekgevoel dit geeft als je hier nu binnenkomt. Het ziet er zo amazing uit. Wacht, wat details hier boven voor de leuk. Ik denk dat ik hier dan gewoon dit ga doen zo. En dan hier ook nog een bloempotje op zoals dit. Met daarin een rode pak. Paddenstoel, hoppakee. Nee, dat ziet er wel leuk uit als je hier nu loopt, hè. Oké, laat ik even de laatste boekenkasten regelen. Wat extra hout. Nog wat wol voor de paden hier. En dan is het als zo goed als af. Nou, weer een lang avontuur. Ik ga eerlijk zijn. Ik heb het weer gewoon gestolen. Heb ik 29 hout. Behalve het hout natuurlijk, dat moet ik zelf hakken. Maar ik heb 22 bookshelves, jongens. Dat is wel echt gewoon... Mwah, dat is echt perfect. Kijk, met die laatste 22 ga ik het echt wel af kunnen maken. Als ik het nou eerst gewoon eventjes helemaal vul, kan ik daarna de details als laatste toevoegen. Zo, hoppakee. Dan voegen wij... hier voegen wij ook nog hout toe. Kijk hoor, kan je dit zien? Nee, dat kan je niet zien naar beneden. Dus laten we hier gewoon een ster plaatsen zoals dit. Om het af te sluiten en dan daarna netjes zo. En dan carven we het even. Hoppakee. Die mag dan ook wel weg, denk ik. Ja, of niet? Huh? Huh? Hoe heb ik dat gedaan? Weet je wat, die kan weg en dan komt een houtblokje. Zo, dan doe je hierboven even de laatste details. Dat het er wel allemaal leuk uitziet. Nou, laten we zeggen, hier gewoon zo eentje doen. Doen we daar. Ja, een fence of zo. En that's it. Ik denk dat het dan mooi is. Oké, dan zien de boekenkasten er goed uit. Hier kan ik helaas niet zoveel detail doen. Omdat er anders, zeg maar, gekloot komt met het feit dat het te druk is en te veel ruimte. Die volgens mij heeft een enchantment table ruimte nodig. Maar goed, er kunnen wel weer wollen carpets er zo bij komen. Zo, dan doen we even kijken. Doen we hier ook dit. Erg leuk. Zo. En hier doen we ook zo. En dan that's it. Dan hier mooi dit. Doen we daar een houten vloertje zo. Als
dit dat het even wat leuker oogt. Dit vind ik wel zoals dit. De ruimte hier moet vrij blijven. Dan dit vloertje mag ook wel gewoon met houten plankjes. En dat is ook geregeld. Ziet er ook weer leuk uit. Dan plaatsen we de armor stand hier. Oeh, of gewoon, ik heb een idee. Hier een armor stand. En dan hier een lectern met daar een boekje in, daadwerkelijk. Heb je gewoon verschil. De ladders missen trouwens hier nog op. Dus misschien is het leuk als ik hier af en toe een laddertje hier en daar plaats. Zo. En hier misschien. Eentje die echt tot heel hoog gaat. Oh, ja, kijk. Hoe leuk is dat? Dan veranderen we de vloer nog eventjes door af en toe gewoon een houtje ertussen. Of een houtje, wat zeg ik nou? Gewoon echt een compleet wollen blokje ertussen te doen. Anders is het zo'n veelste platte vloer. Is ook niet mooi. Dan hieronder heb je dat hout. Maar dat vind ik niet echt heel tof. Dus, beam, beam. Beam. Zo, kijk, veel leuker. Wat een verschil in de vloer, hè. Dan gaan we dat boven ook even fixen. Oh, wacht, kijk. Hier moet ook nog even een mooiere vloer in. Zo, kijk, dat klopt het. Hier moet ik wel oppassen waar ik het doe. Want op sommige plekken is het daadwerkelijk gewoon... Kijk, zoals hier, dan kijk je weer naar beneden. Dus zoals hier kan het niet. Maar dan hier weer wel, zeker. Ja, en dan halverwege ergens ook. Hier, ja. Nou, dit is al prima dan. Is goed genoeg. Veel beter dan dit kan het eigenlijk ook gewoon niet. Alright, nou, dan aanschouw ik deze kamer als helemaal klaar. En ik vind het een groot succes. Misschien hier nog een klein bloempotje zoals dit. Weet niet waarom. Voor de sier of zo gewoon. Dat het nog wat leuks toevoegt. En dan hier armor op. Die kunnen we gelijk... Kijk, dat ga ik gelijk aan jullie laten zien. Daar hebben we voor nodig emeralds. Nou, die hebben we niet. Hoe ik dan even echt... Dit moet je eigenlijk niet doen, jongens. Hoe ik het nu ga doen. Maar ik ga diamonds inruilen voor emeralds. Ik heb zoveel betere deals, hè. Ik kan gewoon nu wortels pakken buiten en dan... Weet je, ik ga dat ook doen. Ik ga echt niet mijn diamonds uitgeven. Dat is echt zonde. Ik ga gewoon hier even naar mijn wortels toe. Even wat wortels hakken met mijn fortune op mijn pickaxe. Ah! Oh, maar deze. Mijn hele dingetje zit gevuld met pufferfish, jongens. Kijk hoeveel er zijn. Zo, dan hebben we heel veel wortels. Dan gaan we even naar Berendina. Berendina, claim even voor mij. Top. Nou, 16 emeralds. Ik ben zo blij dat ik mijn diamonds niet heb ingeruild. Dat toch zonde geweest. Dan gaan we hier naar onze prachtige Barry. Barry, wakker worden. Ik ga even nachtdienst. Nachtdienst, Barry. Ik heb nodig van jou. Oh mijn god, waarom zijn je deals zo duur? Barry, normaal ben jij helemaal niet zo duur. Komt omdat het 's nachts is. Ik ga ook wel slapen. Komt goed. Gaan we even slapen in mijn prachtige slaapkamertje. Is het daadwerkelijk zo dat de villages gewoon 's nachts duurder zijn dan over de normale tijden? Huh? Daar heb ik echt nog nooit überhaupt dan ooit iets van gemerkt. Dit zou dan de eerste keer zijn dat ik het merk. Maar we gaan het wel even gelijk testen. Oeh, alsjeblieft, Barry, zeg me dat je nu gewoon de normaal... Waarom ben je zo duur, weet je wat? Nee, nee, ik hoef je stomme... Nee, ik hoef je bel ook niet. Dan claimen we wel even snel deze oude armor hier. En dan tijdelijk doen we die eventjes in de enchantment room. En dan uiteindelijk ga ik wel nieuwe kopen. Maar normaal, omdat ik hem gered heb van zombie villager naar een nieuwe normale villager... kost het maar één emerald per armor dingetje. En nu is hij in één keer zo belachelijk duur. Dat helemaal nergens op, Barry. Vind ik een beetje overdreven. Maar het staat wel erg mooi hier. Dit moet ik wel zeggen. Dit staat erg leuk. Nou, dan is hij nu officieel echt daadwerkelijk klaar. En jongens, ik zei dat ik tot 3:15 had. En ik ben eigenlijk al een soort van 15 minuten te laat. Dus ik hoop dat jullie de enchantment room leuk vinden. Het heeft me eigenlijk de hele video gekost. Een stukje langer dan verwacht. Maar het is wel een groot succes. Volgende keer gaan we weer meer doen, jongens. Sorry voor misschien de korte aflevering. Bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk? Kijk zeker dan ook even deze video. Wauw, mooie video. Spreek je later, glaasje water, tot 4 flesje bier. Mooi!